Oké. Nou, Harry gaat nou het hokje openmaken. Kijken hoe het is gegaan. Ook horsen. Oh, ze leven nog wel dus. Kom maar. Ja, daar komen ze hoor. Alle drie zelfs. Ze zijn ze ook opgenomen, hè? Ze durven nog niet helemaal naar buiten. En ik ben benieuwd of het geluid nu ook echt beter is. Nou dat ik het geluidapparaatje heb. Of een microfoon met een windkap, hoe je dat ook noemt. Nou, nu moeten jullie naar buiten. Kom maar even lekker zwemmen. Kom maar. Er wordt hier hard gewerkt. Harry zal een rondje om de boerderij. Om onder het draad al het onkruid weg te halen. Zoals je ziet. Nou, niet heel erg duidelijk. En ik ga even lekker douchen, mijn bed verschonen, boven alles schoonmaken. En nou ja, dan is ook alweer koffietijd. Kleintjes zijn eruit, ik ben zeer benieuwd. Oh, beeld stilhouden. Kijk, ik durf niet te dichtbij te komen, want dan gaan ze weer het hokje natuurlijk. Dat is er één. We moeten de andere kant op. Lekker zwemmen. Hé? Oh, daar gaat er nog één. Freek vindt het ook allemaal wel interessant. Freek! Kijk, nu gaan ze denk ik wel met die anderen mee. Naar het water, hoop ik. Het ziet er wel heel schattig uit, hè? Ja. Jullie rennen naar ons. Nee, je moet naar het water. Hé? Jullie rennen naar ons. Ze redden het zichzelf wel. Misschien zijn ze nog niet ver genoeg daarvoor. Met Sintje? Ja, je bent lief, hè? Ja, jij bent braaf. Kom eens hierheen lopen dan. Nee. Zij wil naar de eieren. Maar dat kleintje toch niet? Je bent er bijna. Je bent er bijna. Nee, ik denk dat ze er niet meer op komen. Jawel. Ja.
schermen om hen heen, hè, voor de roofdieren. Kijk eens. Nou, hopelijk gaat het allemaal goed. Ik ga eens even kijken wat Harry aan het doen is. Want het regent buiten hard. En er zit zelfs onweer in de lucht. Ik hoor hier nog niks. Maar dat gaat er vast aankomen. En ik ben eigenlijk de hele ochtend al aan het poetsen binnen. En boven is alles schoon. En nu helpt Frida en Mirjam ook beneden met poetsen. Omdat het ze niet meer in de tuin kunnen werken. Ik ga eens even kijken wat Harry aan het uitspoken is. Hé, hey, daar ben jij. Ja. Is het draad kapot? Nee, er is heel veel plantenresten tussen de draaiflens gekomen. En dan liep er eigenlijk een beetje vast. Mm. En dit is het laatste restje. Ja, dit is het laatste restje. Hé, hey, ik heb wat klusjes nou dat het regent. Zou jij het konijnenhok voor moeder konijn, voor Clean, kunnen maken? Zodat Clean eindelijk ook weer naar buiten kan? Ja, dat is goed. En de vaas van de hal kunnen lijmen. Zodat de bloemen weer in de hal kunnen staan. Ik kan daar misschien een begin aan maken. Oké, okay, hier is het hok. En je ziet het, ik heb het al met van die, hoe noem je het, tijripjes aan elkaar gemaakt. Maar het is gewoon niet goed. Dus Harry moet, oh, nu hoor ik wel gedonder. Harry moet het even maken en dan kan het konijn lekker naar buiten in dit ren. Dit is een taaieripautomaat. Die maakt taaieripjes precies op lengte die je wil. Druk ze samen, trek hem aan en knijp hem op lengte. En daar is die ook nog los, hè? Aan de kopse kant zet ik wel even een nieuw, wat nieuw hout. Hoor je dat daar een deurtje komt of niet? Als je even, voor mij hoeft het niet zo moeilijk hoor. Ik wil gewoon dat die konijn zo snel mogelijk naar buiten kan. En zijn nadeel is het dat je ze moeilijk kan vangen, hè, als je ze eruit wil halen. Nou ja, dan kun je dat kun je toch gewoon optillen. Ja, dan is hij helemaal los.
Om hem te vangen bedoel je, helemaal optillen? Mm-hmm. Nou ja, kijk maar, misschien kan je er wel wat mee. Ja. Dit heb je er toen aangemaakt om het te verkleinen voor het kippenhok. In Oostham, ja. Ja, want zo lang hebben we deze ren al. Daarom valt hij van ellende uit elkaar. Maar we hebben er al heel wat dieren in gehad. Je had de plastic, de witten eraf. Nou ja, deze hebben we niet zo heel veel zin. Ik vind het niet zo mooi. Oké, je bent nu begonnen met de deur. Ja, ik wil hier toch wel een deurtje in hebben op zijn kant, zodat je toch wel open en dicht kan maken. Ja, en dat doe je met dat oude stijgenhout. Nee, dit is oud hout van het andere konijnhok van Amazon. Het eendelijk. En ik heb stijgenhout. Ik pak mijn oud hout. Af en toe moet je even alle dode blaadjes uit de boom, uit de planten halen. Met die warme dagen dan kan het ook wel dat de bladeren verbranden als je ze te veel water geeft. Over een tijdje ga ik de luiken dicht doen voor de planten, maar dat wil ik eigenlijk zo laat mogelijk doen. Anders is het zo donker in huis. Nou, wat een verschil alweer. Het deurtje. Het begin van het deurtje. Wat ga je ertussen doen? Een gaas hout? Of een hout? Ja, nog meer hout. Zo even een lengte samen. En je gebruikt oude pallets ervoor. Ja, ik krijg het er niet heel mooi af. Maar dat maakt toch ook niet uit. Nou, is toch niet iets voor het mooie geit? Misschien dat ik het nog met deze drie wil red. Nou, dat gaan we niet redden. Het moet nog wel wat smaller, hè? Denk ik niet, hoor. Ja, maar als dit je nog kleine goed konijntjes hebt. Daar heb ik toch wel een ander hok voor. Pak hem maar gelijk even ietsje. Ietsje smaller. Zo wordt hij. Dit wordt al wat beter. Oké. Het regent buiten nu, dus ik denk, laat ik de bloemen binnen ook maar even, de planten binnen ook maar even regen geven. Geneetjes van het oude kippok uit Oostham. Oh. Wie wat bewaart, die heeft wat, hè? Die heeft wel wat. Ja. Het is 3:30. Maar dan weet ik niet hoe laat het is. 3:30 zeg. Ja, maar ik bedoel, is het nou theetijd of is het biertijd? Ik ben hier zo goed als klaar. Misschien kunnen we dit eerst even. Misschien kunnen we het konijntje er even in doen. Als ik hem klaar heb. Mm-hmm.
Moet ik hem vasthouden? Een haakje erop. Dag schatje. Je mag weer lekker naar buiten. Hoe vind je dat? Hey, ga je even stoppen? Je mag weer lekker naar buiten. Ik ga het rennetje pakken. Kijk hoor. Nou, Lien zit erin hoor. Kan je het zien? Zeker. Ik heb mijn jurk en mijn kaplaarzen. Heel erg fashion. In de regen. Ja. Dit vindt Lien wel fijn, hè? Maar even het lange, hoge gras opeten. Zullen wij voor een biertje? Ja. Okay. Doen we. Ik ga rennen, want het regent heel hard. Oeh, tijd voor een welverdiend biertje. Oh, sorry. Wat ben je aan het doen? Ik ben de boompjes aan het beschermen. Als we hier lammetjes los hebben lopen, dan gaan ze de boompjes kapot bijten. En zo wil ik eigenlijk de stammetjes gaan beschermen. Doe je? Ben je mee bezig? Moet ook een beetje met rust laten. Hè, Pip? Ja. En ik had nog wat honger. Dus ik denk het niet. Dus ik ben nog even een broodje aan het eten. En ik ga een quiche maken. Dus ik ga nu naar binnen. Ik ga lekker koken. Oké, ik heb me bedacht. Ik ga eerst in bad. Voordat ik de quiche maak. Ik heb nog wat tijd. Heerlijk. Even niets. Die gaat dicht. Lekker ontspannen.